Deze roemruchte bergpas, gelegen op ruim 2000 meter hoogte, slalomt over een afstand van 151 kilometer dwars door de Karpaten. Het was de notoire Roemeense dictator Nicolae Ceausescu die in de jaren 70 de aanleg had bevolen van het slingerende asfaltlint om te anticiperen op een eventuele invasie van de Sovjets. Welkom op een van de mooiste wegen ter wereld, de Transfagarasan. Bij de bouw ervan, door het Roemeense leger, werd er ongeveer 6000 ton dynamiet gebruikt. En 40 soldaten lieten het leven bij ongevallen tijdens die bouw. Maar het megalomane project levert vandaag het ideale traject als beproeving van mens en machine. De weg die van oktober tot juni gesloten blijft omwille van de sneeuwval, vormt het gedroomde speelterrein voor vinnige roodsters. En daarom zijn we hier, om dit vernieuwde beestje te testen. Hoeven we hem nog voor te stellen? De Mazda MX-5. De wagen die de voorbije 3 decennia uitgroeide tot de meest verkochte roadster ooit. En die ook na 1 miljoen exemplaren blijft evolueren. Een lage gordellijn, korte overhangen en een messcherp profiel. Dit is het gekende Kodo-design in zijn meest zuivere vorm. De recente update bezorgt de 1.5 en 2 liter Skyactiv-G motoren extra koppel. Tegelijkertijd profiteerde Mazda van de WLTP-oefening om de motorrespons te verbeteren, zodat de MX-5 voortaan nog wat korter aan het gas hangt. De nieuwe 2 liter klimt van 160 naar 184 paarden, maar vooral zijn toerenhonger wordt groter. En dat is iets wat we voorheen van de MX-5 niet onmiddellijk verwachten. Hup, naar de 7500 toeren. Vlakbij de Transfagarasan staat ergens tussen de Karpaten en Transsylvanië het kasteel van Punari, of wat er van overblijft. Deze citadel werd opgericht in de 15e eeuw door een zekere Vlad Tepes, een Roemeense prins die de schrijver Bram Stoker inspireerde voor zijn magnum opus. Dracula. Nu wil de legende dat graaf Dracula en zijn bloeddorstige soortgenoten eeuwig blijven leven. Een beetje zoals deze MX-5. Het pluimgewicht, de korte wielbasis, het lage zwaartepunt en het heel plezant stuurgevoel geeft deze auto één ongelooflijke gave. Hij brengt de weg tot leven. Om het bloed van onder de nagels van de concurrentie te blijven halen, heeft Mazda het rijgedrag van zijn MX-5 nog verder weten te perfectioneren. Ook op technologisch vlak zet hij een stap vooruit, met dank aan het uitgebreide iActivSense veiligheidsarsenaal. Met een automatische noodrem met voetgangersdetectie of een waarschuwingssysteem voor obstakels en naderend verkeer bij het achteruitrijden en een achteruitrijcamera. Het pakket wordt nog aangevuld met een verkeersbordenerkenning en een vermoeidheidssensor. Nu, dat laatste zal je niet nodig hebben, want dit wordt je echt nooit moe. Nu, in tegenstelling tot onze vampiervrienden, is deze MX-5 eerder van de warmbloedige soort. Zeker wanneer de zon hem toelacht. En de zon, daar kunnen vampieren niet tegen. Echte legendes wel.